Zo, welkom terug allemaal. We zijn nu aanbeland bij het tweede deel over onscherpte. Waarom is mijn foto onscherp, wazig, bewogen? Noem maar op. Bij het eerste deel hadden we al besproken wat onscherpte betekenen veroorzaakt door bewegingsonscherpte en hoe dit opgelost kon worden in het algemeen door je sluitertijd te gaan verhogen, dus een sneller sluitertijd te hanteren. In dit deel, het tweede deel, gaan we spreken over alles wat met diafragma en scherpstelling te maken heeft. Diafragma op zich zal ik niet meer bespreken. Scherptediepte zal ik nog wel snel, kort, bondig bespreken. Maar ook daarvan heb ik al eerder een video gemaakt. Ik heb een aantal video's gemaakt. Ik denk 3-tal video's rond diafragma in detail. Dus ik zou zeker aanraden, ik zal die linken hier ook onderaan. Ik zou u aanraden om die te bekijken. Zodat je zeker ook op de hoogte bent van wat diafragma en scherptediepte juist betekent. Dus daar zeker meer informatie te vinden over wat ik nu vertel over scherpte, diafragma en scherptediepte dan vooral. Nu, dus wat kan een andere oorzaak zijn naast de bewegingsonscherpte? Als je een foto maakt, dan stel je ook op een bepaald punt scherp. Dus een lens heeft, we hebben hier onderaan hebben we de diafragmaring en daarboven, vaak aan het uiterste van de lens, hebben we een focusring. En de focusring of scherpstelring stelt u in staat om het scherpstelpunt van uw lens te gaan wijzigen. Daar is ook een schaalverdeling op te vinden. Dan zien we hier, als ik de lens zo zet, dan is die scherpsteld op 0,45 meter, wat dus 45 centimeter is. Hier ongeveer, ten opzichte van de lens. En het andere uiterste is een oponeindig, dus zo goed als alles scherp. Nu, wanneer is dat scherpstelpunt van belang als je met een heel beperkt scherptediepte-bereik werkt? Wat betekent scherptediepte? Scherptediepte is eigenlijk het bereik van uw scherpte in de diepte van uw beeld. Dus als we spreken over diepte en beeld, dan hebben we, als dit het beeld is, dan is diepte van mijn gezicht naar achter toe, de muur, en moest de muur er niet zijn, de tuin en dergelijke meer achter ons. Dus dat is diepte. Scherptediepte is het deel wat scherp is van dat dieptebereik. Dus als we heel veel scherptediepte hebben, dan is zowel mijn gezicht scherp als de muur scherp. En moest de muur er zijn, niet zijn opnieuw, alles achter die muur ook scherp. Dan hebben we heel veel scherpe diepte. Heel weinig scherpe diepte, dan zouden we kunnen voorhebben dat ons gezicht scherp is, maar dat die muur niet meer scherp is bijvoorbeeld. Of dat de muur omgekeerd scherp is, maar dat dan mijn gezicht niet meer scherp is. En een heel kleine scherpe diepte, dat kan heel bewust gebruikt worden om bepaalde elementen in uw beeld de nadruk erop te gaan leggen. Bijvoorbeeld bij een portret wil je graag dat die persoon, dat alle aandacht naar het portret gaat, naar het gezicht van die persoon en niet naar, in dit geval bijvoorbeeld, niet naar de muur achter mij, maar wel naar mijn gezicht. Dus dan kun je met weinig scherpe diepte gaan werken, zodat alleen mijn gezicht scherp is en niet die muur achter mij. Nu, als je met weinig scherpe diepte werkt, ik zal u vertellen hoe je weinig scherpe diepte bereikt, maar dat is dus al uitgelegd in de eerdere video's ook, maar ik zal het u meteen ook nog zeggen. Maar als je met weinig scherpe diepte werkt, dan spreekt voor zich dat het punt waarop je scherp stelt met deze scherpstelling of met autofocus of hoe dan ook, dat dat heel cruciaal is. Want dat betekent als ik op mijn gezicht scherp stel, dan is alles in orde. Maar als ik op die muur had scherp gesteld met die weinig scherpe diepte, dan hadden we juist het omgekeerde bereikt zijn en dat die muur wel scherp is, maar ons gezicht niet. Dus weinig scherpe diepte betekent heel goed opletten waar je focust, waar je scherp stelt met je lens. Heb je heel veel scherpe diepte, dan is dat minder belangrijk, omdat er heel veel scherp zal zijn. Dan kan je bijvoorbeeld, als je dan hier scherp stelt, op 50 centimeter van de lens of zo, dan is, juist omdat je zoveel scherpte diepte hebt, dan is mijn gezicht nog scherp, dan is die muur nog scherp enzovoort. Het is wel zo, het scherpstelpunt is eigenlijk altijd van belang, want typisch als je een landschap fotografeert waarbij je veel scherpe diepte wilt, bijvoorbeeld, dan ga je typisch op oneindig gaan scherpstellen, zodat echt alles scherp is, vanaf een meter van voor je lens tot op oneindig. Maar dat is dus wat betreft scherptediepte. Nu, hoe bekom je een klein of een groot scherptediepteveld? Wel heel eenvoudig. Het scherptediepteveld is afhankelijk van twee parameters. Aan de ene kant is het afhankelijk van het diafragma dat je instelt op je lens. En aan de andere kant afhankelijk van het type lens. Een groothoeklens heeft meer scherptediepte voor hetzelfde diafragma. Laten we nu alle andere parameters vastzetten. Dus diafragma 2.8 is een vaste parameter. Als we diafragma 2.8 instellen op een groothoeklens, dan zullen we meer scherptediepte-bereik bekomen dan dat we die 2.8 instellen op een standaardlens, een 50mm lens. Of als we dan naar een telelens gaan, dan gaan we nog een kleiner veld, scherptediepte-veld krijgen voor diezelfde
opening 2.8. Dus aan de ene kant uw lens, tele, minder scherptediepte, groothoek, meer scherptediepte. De andere parameter is dus opnieuw dat diafragma. Het is zo dat je met een diafragmagetal, dus als we spreken over een diafragmagetal 2.8, dan is dat een klein getal, maar een grote opening. Dat betekent dat je lens vaak bijna helemaal open staat. Terwijl een groot getal, zoals opening 22, is dat weer een heel kleine opening van de lens. En dat heeft, aan de ene kant heeft het diafragmagetal uiteraard een effect op je belichting. Dus het kan ook zijn dat je voor het bekomen van een goede belichting je lens open moet zetten. Dan heb je geen andere opties op dat moment. Dus aan de ene kant, voor dezelfde sluitertijd, stel je met opening 22 een heel klein gaatje veel minder licht op je diafragma, op je sensor toelaten of op je film, dan dat je die lens volledig zou openzetten voor diezelfde sluitertijd. Dus aan de ene kant de belichting, maar aan de andere kant heeft het ook het effect van dus dat scherptediepteveld. Een klein getal, zoals 2.8, wat een grote opening is, betekent dat je een klein scherptediepteveld hebt. Een groot getal, wat een kleine opening is, betekent dat weer dat je een groot scherptediepte bereik hebt. Dus je kan het zo gemakkelijk onthouden: groot getal, groot scherptediepte bereik, klein getal, klein scherptediepte bereik. Maar let op, een klein getal betekent wel een grote opening. Terwijl een groot getal een kleine opening betekent. Dus bijvoorbeeld bij opening 22 hebben we een kleine opening van de lens, maar hebben we wel een groot scherptediepte bereik. En dan zou het scherpstelpunt niet zoveel belang mogen hebben. Terwijl, zeker niet op een groothoeklens, terwijl als we naar een klein diafragma zouden gaan, een klein diafragmagetal, zoals bijvoorbeeld 2.8, dan gaan we onze lens volledig gaan openzetten. Dan hebben we een klein scherptediepte bereik en dan is het wel belangrijk op welk punt, heel belangrijk op welk punt dat je scherp stelt. Nog een aantal tips. Als je scherp stelt voor portretten en je wil heel selectief gaan scherpstellen op een persoon, ga dan altijd voor de ogen. Stel altijd scherp op de ogen. En daarmee kunnen we die tweede video rond de mogelijke oorzaken voor onscherpte en beeld, denk ik, afronden. Dus we hadden aan de ene kant beweging, wat we met de sluitertijd kunnen corrigeren. En nu hebben we nog onscherpte door een klein scherptediepte bereik en een verkeerd gekozen scherpstelpunt. Dus eigenlijk de combinatie van die twee. Wat dus gecorrigeerd kan worden met een ander diafragma, een groter diafragma met een groter bereik. Maar dus een groter diafragmagetal, maar dus een kleiner opening in werkelijkheid. In combinatie met het kiezen van het juiste scherpstelpunt. Scherpstelpunt kies je als je manueel scherp stelt, is het op de lens te doen. Gebruik je ook autofocus. Typisch zal als je een autofocuscamera hebt, de lens scherp staan als je dus ontspanner half indrukt. Op veel camera's kan je ook een alternatieve knop instellen voor die focus, voor die scherpstelling uit te voeren, wat aan te raden is. Maar dat komt later nog wel aan bod. Dus voor nu onthouden we dat de combinatie van diafragma, wat een bepaald scherptediepte bereik geeft, en scherpstelpunt ook een reden voor ons scherpte kan zijn. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende video.